Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van dinsdag 16 oktober. Er trekken wat hoge wolkenvelden over het land, maar er zijn ook brede opklaringen. De temperatuur kan dan ook weer flink oplopen vandaag. Vanochtend is het zo'n 14 tot 15 graden en staat er weinig wind. En naarmate de ochtend voor het, breekt de zon steeds beter door. En vanmiddag wordt het dan weer opvallend warm voor deze tijd van het jaar, 23 tot 26 graden. De wind die blijft zwak, dus het is heerlijk buiten. Ook vanavond nog lang zacht weer. Als de zon ondergaat, is het zo'n 18 of 19 graden. Wel komt er geleidelijk aan wat meer hoge bewolking. En dat merken we ook morgen, dan is er duidelijk meer bewolking boven Nederland. Het wordt ook iets minder zacht. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 22 graden. Verder gaat de wind draaien naar het noordwesten en later ook naar het noorden. En dat betekent dat er toch langzaam maar zeker wat frissere lucht onze kant op komt. Dat zien we ook donderdag tot en met zaterdag. De temperatuur die daalt geleidelijk aan verder. Er zijn wolkenvelden en er is zon, maar het blijft wel droog en dat allemaal dankzij een krachtig hoge drukgebied. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dinsdag.